Wat is er straks allemaal te zien op de Floriade? De Wereldtuinbouwtentoonstelling gaat over 20 dagen in Almere van start. De komende weken lichten we op maandag en vrijdag een tipje van de sluier op. Want ja, we zijn best nieuwsgierig na meer dan 10 jaar wachten. Ja, vandaag aandacht voor de Wonderful World of Water and Trees. Dus water en bomen. Dat is een inzending waar water en bomen eigenlijk samenkomen. Goedemiddag, Victor Dijkshoorn en Dirk Ebben, allebei hier in de studio. Ja, de inzending is ook een samenwerking, ja, eigenlijk tussen jullie beiden. Het is de grootste boomkwekers van Europa, Ebben. En ja, Vic heet jouw bedrijf? Ja, dat klopt. VIC. Ja. Weinig origineel als je Victor heet, maar ja, toch precies, is het Vic gaan heten. Dat dacht ik al. Is het logisch om dat te combineren, water en bomen? Ja, wij vinden van wel. Het mooie is als je de mangroven kent iedereen. En dan gaat het over de kustverdediging door bomen en water. Nou, wij hebben in Nederland ook heel veel water. Maar vaak willen we die bomen en water juist niet samen hebben. Want die rivier moet doorstromen. Nou, wij geloven juist in die plek van die bomen en water. Waar zowel die natuurlijke bewoner een fijne plek vindt. Maar ook die recreant, die ontspanning. Maar ook gewoon het kwalitatieve beeld. Ja, er zit een soort romantiek in waar wij eigenlijk wel van houden. En vandaar ook de combi. Ja, en wat voor bomen zijn dan speciaal geschikt hiervoor, Dirk? Nou, waar wij eigenlijk naar hebben gekeken, is natuurlijk een polderlandschap. En wat heel sterk vindt, bijvoorbeeld bij Vic, die hebben dan in Harderwijk een ontzettend mooi park gemaakt. Hè. We zijn natuurlijk in Nederland zijn we steeds meer zoekende naar ruimte waar water kan worden opgeslagen, voor langere perioden kunnen bufferen, et cetera. En dat zijn eigenlijk hele mooie recreatieve ruimtes die we daar ook recreatief kunnen inrichten. Dus er is hier specifiek gekozen natuurlijk voor een beetje een inheemsere beplanting die ook goed tegen water kan. Dus we hebben taxodium, dus de Chinese watercypres. We hebben larixen, we hebben wat platanen, we hebben gewoon eigenlijk een heel divers sortiment daar neergezet wat goed tegen die wateromstandigheden kunnen. En eigenlijk verbonden met een elzenbosje wat er al staat. En dat is erg mooi geworden naar mijn mening. Nou, dat zijn heel veel soorten bomen. Ik kwam zelf, toen ik aan het brainstormen was, niet verder dan de treurwilg. Daar moest ik dan meteen aan denken, aan een boom met water. Ja. Ja. Die is nog trouwens half afgeknaagd door de bever. Ja. Nee, joh. Ze hadden hem 1,5 jaar geleden neergezet. Ja. En dan maak je iets wat ook voor de natuurlijke bewoner moet zijn. Maar ja, die snoeide er gelijk even een flinke arm vanaf. Dus dat is voor de decoratie hebben we maar een beetje de snippers laten liggen. Je kan er niks tegen doen natuurlijk tegen de bever. Nee, dat moeten we ook zeker niet willen. Maar omarmen. Ja. Hoe gaat dat nou, voorbereiding van zo'n Floriade? Ik zeg heel eerlijk, ik ben er nog nooit geweest. Ik weet ook niet wat ik er precies van kan verwachten. Maar jullie hebben dus al 1,5 jaar geleden daar dus bomen geplant die je nu dan kunt gaan bekijken. Wat kan ik me daarbij voorstellen? Nou ja, het is in ons vak is het wel een soort van een beetje hoogtepunt is het wel natuurlijk. Omdat het 1 keer in de 10 jaar is en daarmee ook wel heel speciaal. En het mooie, voor ons, omdat we in Amersfoort zitten, is Almere ineens dichtbij. Dus dat is ook wel een moment van dan wil je ook graag je best doen. Nou, vanuit Ebben, vanuit de kwekerswereld is het, denk ik nog. Is het de wereldtentoonstelling eigenlijk van het hele de tuinsector van Europa is het eigenlijk. Hè. Wij zijn toch wel een leidende rol hebben met z'n allen in Nederland op het gebied van tuinbouw. Dus daar willen we ons presenteren op alle nieuwe innovatie die we hebben. Dus wij als boomkwekers zijn daar eigenlijk altijd wel aanwezig. En daar bereiden we ons op voor en dan wordt er een plan gemaakt. Maar ga je dan ook echt rijden met een enorme boom op je vrachtwagen? Jazeker. Ja, niet één. Eigenlijk zijn we natuurlijk, hebben we het weer veel te gek gemaakt. Dat is ook het enthousiasme als je als creatieve mensen bij elkaar gaat zitten. En dan rol je een beetje over elkaar heen. Het ene idee is dan nog beter dan het ander, vind je dan. En dan heb je een idee van, dat gaan we doen. Het begon eigenlijk bij de levende brug. Door bomen te gaan planten in een soort horizontale stand. Die helemaal door te buigen. Zelfs met reling en alles van levende bomen. En dat was als brug die, denk ik, al bijna 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. Ja. Dat was de eerste attractie die er is gemaakt. Het was nog niks. Dat zijn levende bomen die dus horizontaal zijn gaan groeien. Ja, die hebben we eigenlijk horizontaal geplant. Ja. Dat is echt op 2 oevers neergelegd. Ik zit wel uit de beelden, maar dan ziet het natuurlijk helemaal geen hond. Maar en zo hebben we eigenlijk van, volgens mij zijn het in totaal bijna 25, ja, 25 bomen die dus gewoon in elkaar eigenlijk liggen. En ook op die manier de kans hebben gekregen om weer te gaan groeien. Dus nou snoeien we hem helemaal in die boom. Ja, gewoon voor de veiligheid. Je kan er goed overheen lopen. Maar goed, als daar natuurlijk zometeen 1 miljoen bezoekers komen, wordt het wel een ander verhaal. Dus dat is eigenlijk meer het object om gewoon echt te bekijken. En daar hebben we nu eigenlijk een vlonderbrug naast gelegd, waardoor je alsnog over dat water komt. Ja. Maar ik denk dat je intussen denkt, misschien heb je wel 15 vrachtwagens en bomen die kant op gebracht. Ja. Dus het is ook, en dat is alleen nog maar onze stand. Dat is nog niet eens de hele Floriade, want die staat natuurlijk helemaal vol. Ja. Maar dat is het nadeel van groen. Dat is niet even een likje verf op het laatste moment. Die moet gaan groeien, die moet gaan leven en die wil je
mooi hebben op het moment dat het open is. Ja. Dus ja, maar daarom het is eigenlijk zo dat jullie inzending steeds verder uit de hand gelopen is. Ja, ik dat zeker. Een beetje zo... Daar staan we onbekend. Ja. Toch, Vic? Ja, maar volgens doen zij wel best ver. Normaal zou je dat zou misschien nog 's nachts voordat het open gaat druk zijn. En eigenlijk ligt het er grotendeels in. Ja. Maar doordat we bezig waren, ineens werd het... Wij vonden het eigenlijk te mooi en te natuurlijk worden. Dat ja, mensen moeten ook begrijpen dat het gemaakt is. Anders gaat het ook mis. We begon eigenlijk met dat wij een kavel hadden. En we hadden dus die brug gemaakt. En Ga niet te ver van de microfoon. Oh, sorry. We hadden kavel 55 oorspronkelijk. En daar liep een klein watertje doorheen. En wij vonden dat dat dus verbonden moest worden. Maar de hele Floriade gaat dus over water. Maar op het hele terrein is geen water. Dus toen had Vic eigenlijk al heel gauw het idee van... we moeten daar een soort mangrove maken. En dus we wilden daar eigenlijk ook met een boot heen. Maar dat paste niet meer. We wilden eigenlijk maar goed, het ligt wel aan het weerwater, toch? Ja, maar het boot kon er niet komen. Nee, een 30 meter lange grote... baggerschuit was dat dan. Die wilden als mangrove gaan inkleden. Nou, dat mocht dus niet. Toen dachten we, dan moeten we het hele terrein gaan ontgraven. En we dachten dat we akkoord hadden, maar we hadden akkoord op iets anders. Maar toen stonden we er eigenlijk al een week later met al het materiaal en kranen. En toen begonnen we daar aan de gang. Dus we hebben daar onze naam wel een beetje weer waargemaakt. Maar het is wel ontzettend mooi geworden. Maar het was flink improviseren als ik het zo hoor. Nee, het was goed gepland. Alleen de communicatie... Wij dachten dat we akkoord hadden, maar het was akkoord op iets anders. Dus, dachten, ja, dat zijn die mannen met die bomen. Die gaan wel lekker aan de gang. Ja, juist. Maar ik moet zeggen dat ze wel super enthousiast... Tenminste, we krijgen nu echt ook alle support en enthousiasme vanuit de Floriade. Omdat we volgens mij ook wel uiteindelijk het vertrouwen waargemaakt hebben. Ja. Maar het leuke is, op een gegeven moment kwam er ook een industrieel ontwerper bij. En nou hebben we toch nog een circulaire brug gemaakt. Het hergebruik van hardhout, want domweg een boom omzagen, gebruiken en weggooien. Ja, dat vinden we ook niet meer kunnen. Nou, dus dat is een hardhout importeur die intussen zich is gaan specialiseren ook in het recycle-materialen daarvan. Dus zo zijn we dat soort dingen gaan toevoegen. De Dutch Stub die bestaat dit jaar 25 jaar, die is van een industrieel ontwerper. Dus die komt er op het eiland te staan. Dus er komen ook wat. Ja, een product is vaak meer sexy als die natuur. Dus we nou proberen, we hebben ook een context voor het product. En zo zijn we het ook meer die interactie gaan opzoeken. Waardoor je ook beter gaat begrijpen dat we echt een plek gemaakt hebben. Ja. In plaats van dat het lijkt alsof dat uit de natuur ontstaan is. Ja. Heeft de inzending ook een bepaalde boodschap voor straks de bezoeker van de Floriade? Het is eigenlijk van, moet ik goed zeggen, van kwaliteit... In plaats van strijd tegen water, naar kwaliteit met water. Dus wij vinden dat we gebieden willen kunnen omtoveren naar in plaats van statische gebieden, dat ook echt interactief wordt. En dan van jong tot oud. Dus iedereen heeft iets jeugdigs in zich. En dat proberen we te stimuleren en te prikkelen. En dan hopen we eigenlijk op die manier, om dat weer te laten zien, dat we steeds meer van dit soort mooie integrale locaties krijgen door heel Nederland, waar jong en oud kan genieten van bomen, water, et cetera. En die hele combinatie daarvan. En ik denk dat dat heel sterk is om mensen weer terug in de natuur te krijgen, mensen ervan te laten genieten. En dat hebben we daar denk ik toch wel mooi waargemaakt. Ja, als wij denken Vic Activating Landscapes. En dat Activating Landscapes gaat ook echt om het activeren van een plek, waardoor je mensen verleidt om er gebruik van te gaan maken. En dat mag ook een natuurlijke bewoner zijn, maar ook zeker die menselijke bewoner. Ja, om gewoon van die bank af te komen. En het leuke is dat je elkaar ook weer gaat ontmoeten. En ik denk in deze tijd hebben we veel behoefte ook aan een sociale cohesie. En je kan op je telefoon zien wat jij voor kleren aan hebt. Maar het is veel leuker om dat gewoon daar in het echt over te praten. En ik denk dat we dat met die buitenruimte heel goed kunnen bereiken. En het gaat vaak over smart cities. Maar in onze optiek is groen van nature eigenlijk veel slimmer als heel die technologie. En dat willen we ook mede hierin laten zien. Dus de bever blijft welkom. Ja, nee, zeker. Als je maar van de boom af blijft. Ja. Is het helemaal klaar? Want nog maar een paar weken. Of toch nog een likje verf hier? Nou ja, dat is het irritante wel weer een beetje. Want, daar heeft nu ook wel de Floriade gezegd. Ja jongens, het is best. Maar als je nou nog weer een vergunning voor iets wil hebben. Dan doe je het maar over 10 jaar. Want het houdt ook een keer op. Dus het is... we gaan zo meteen wel even kijken. Het kan best dat ook alweer een idee ontstaat. We hebben nog de vraag gekregen vanuit... hebben voor een van de internationale inzenders daar nog een paar bomen ook last minute te planten. Ja. Dus dat gaan we komende week nog doen. Dus we zijn nog wel wat dingetjes aan het doen. Maar onze plek mag nou tot rust komen. En dat die zometeen door vele bezoekers bekeken mag worden. Ja, nog een dag of 20, dan kunnen we het met eigen ogen zien allemaal. Heel erg bedankt. The Wonderful World of Water and Trees. Dus op het Floriade-terrein. Victor Dijkshoorn en Dirk Ebben. En kavel succes, hè? 55-56. Ah, kavel 55-56 straks. Daar moet hij zijn. En jullie komen dan er ook. Want als je nooit geweest bent, moet dat Ja, dan moet ik er heen. Ja. Maar ik ben ook echt razend benieuwd nu. Ja, dus het klinkt geweldig.